Het muziekkorps Kunst en Eer marcheert in 1968 het havenpark van Zierikzee op. Ze doen dat om zich te laten filmen door medewerkers van Johan Adolfs uit Enschede. Met deze film wil Kunst en Eer geld inzamelen voor de aanschaf van nieuwe uniformen en nieuwe muziekinstrumenten. De film moet voor iedereen aantrekkelijk zijn, vandaar dat zoveel mogelijk inwoners van Zierikzee gekiekt worden. De filmer gaat de straten door om op die manier afzonderlijke Zierikzeeënaren te portretteren. En ook worden de scholen bezocht. Daar vang je vele vliegen in één klap. Natuurlijk zijn er op zo'n dag mensen die extra hun best doen om zich in de kijker te plaatsen. In de Nobelstraat laat wagenmaker Plaum zijn passie zien. Mevrouw Plaum, altijd in voor grapjes. Meester Breedveld is onze gastheer en brengt ons naar de winkel van Goudswaard. Daar kun je terecht als je toe bent aan een nieuwe handtas. Ze hebben ze in vele soorten. Annie Goudswaard de Licht laat zien dat ze ook degelijke aktetassen verkopen. Ja, alles kan erin, ook de atlas. Achter de winkel heeft meneer Goudswaard zijn werkplaats. Hij is erg goed in het maken van zadels en het bekleden van halsters. Maar helaas, het paard ruimt steeds meer het veld voor de tractor. Dus moet Goudswaard op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Op zolder heeft hij plaats ingeruimd voor zijn nieuwe productielijn. In 1968 stort hij zich op de zonnewering. Het Jannewekken met het Groene Kruisgebouw. Wekelijks houdt hier dokter De Haas zitting om baby's en peuters uit Zierikzee en omgeving in hun ontwikkeling te volgen. Dikke pret in de wachtkamer. Zuster Dekker is de wijkzuster van het Groene Kruis. Zij is belast met het bijhouden van de gewichten van de schouwse spruiten en ze zal moeders meedelen dat haar kind lekker is bijgekomen. In het vrij staat de Christelijk Nationale School Later Kinderkunst tot mij komen. Later heet deze school de Johan Louis de Jonge School. De kinderkunst, die heden ten dagen oudere jongeren zijn van rond de 45. Wellicht met mooie herinneringen aan hun school daar in het vrije. En herinneringen aan juf van Sluis of aan juf Balk daar rechts. Het Havenplein, met rechts de Gasthuiskerk. Daar staat de herenmodezaak van Deurlo. In 1968 heeft iedere man minstens één overhemd en minstens één kostuum. Al is het alleen maar voor de wekelijkse kerkgang. Vandaar dat Deurlo er een flinke voorraad van heeft. Helemaal afgekleed ben je met manchetknopen. De Raamstraat. Tegenover de Jan Wouter van de Doelschool zijn ze bejaardenwoningen aan het bouwen. Schouwse bouwvakkers, anno 1968. De christelijke lagere school aan de andere kant van de straat, met in de deurgat meester De Wild. Meester Verheulen, het hoofd der school. Nog meer onderwijs en personeel. Inpak Peter van Veer. Andries Meulenberg geeft er ook les. Als meester Verheulen de cameraman heeft bedankt, trekken we verder naar de nieuwe Bogaardstraat. Weer al een school, de openbare lagere school. Daar werkt meester Cees Vaarzel-Morel. Vaarzel-Morel is in Zeeland een artistieke familie, oorspronkelijk afkomstig uit Veren. Op naar de Dam en dan naar het Visslop. Daar staat het CEV-gebouw. Daar is het iedere week feest. Dan komen de bejaarden bij elkaar. Rechts Adriaan Kloet. Er wordt gekaard, gesjoeld, gekletst en gerookt. In het midden zit mevrouw Nuyens. Ja, het is even wennen met die camera en dan dat felle licht in je ogen. Aartje Volmer-Breas is lid van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
Die vereniging, die ontstaan is in 1938, toen de mannen werden opgeroepen ter verdediging van volk en vaderland. Uit solidariteit met die mannen begonnen de vrouwen zich te verenigen en hielden zich bezig met voedsel- en kledingvoorzieningen. Na de oorlog leggen de leden zich steeds meer toe op het ondersteunen van het werk in verpleeg- en ziekenhuizen en bij allerlei zorginstellingen. Het werk van de UVV'ers gaat er in Zierikzee in als koek. Mevrouw Goedegeburen, haar kraagje zit niet goed. Links mevrouw Nuyens en naast haar mevrouw Ermens. Reken maar dat er gelachen wordt op die bejaardenmiddagen in het CEV-gebouw. Een UVV'er met een bejaardendrankje. En kijk eens, ze hebben niks nodig of ze gaan uit de bol. Polonaise. Deze mevrouw heeft nog een persoonlijke act. Als het applaus weer klinkt, laten we de bejaarden onder elkaar en trekken wij verder de stad in. Bastia is een cadeauwinkel waar ze allerlei moderne snuisterijen verkopen. Mevrouw van den Bergen moet naar een verjaardag. En nu wil ze wel eens met iets anders aankomen dan met een bos bloemen. Mevrouw Volmer Breas is toe aan een nieuw dienblad. Verderop in Vislop heeft de familie van Beveren een schoenenzaak. Hier is de klantkoning. Jan Bom is de schoonzoon van de familie van Beveren. En dit is zijn vrouw, mevrouw Bom van Beveren. Meneer van Beveren zelf, in zijn werkplaats achter de winkel. In zijn winkel is die dag ook een etaleur aanwezig. Regelmatig komt die bij Van Beveren langs om de etalages in te richten volgens de dan geldende artistieke normen. Daar komt Wim van den Ende de Wevershoek ingeschuurd. Hij is lid van de vrijwillige brandweer. De mannen tonen ons graag hoe paraat ze zijn. Zo gaat dat in Zierikzee. Er is eens wat te doen. Zorg dat je erbij bent. Oefening geslaagd, roept een tevreden commandant Jaap Kwant. Tijd om te blussen. In de Raamstraat, op het schoolplein van de JW van de Doelschool, laten de meisjes van Delta Sport hun kunsten zien. Henk van de Post uit de Poststraat, directeur van het postkantoor. Dit is niet verzonnen. De meisjes van Delta Sport studeren hun danspassen in onder deskundige leiding van Jaap Kosters. In de Verre Nieuwstraat gaan we dit hotel binnen. De baas is daar Piet Kraak. Piet is heel beroemd. Eind jaren 40 was hij keeper van het Nederlands voetbalelftal. En daarin speelde hij samen met mannen als Faas Wilkens en Abel Lenstra. Piet van der Hoek is ober in het hotel van Piet Kraak. We besluiten de dag bij de Nieuwe Haven. Zierikzee heeft visite. Een schip vol langdurig zieken die dankzij het Rode Kruis op vakantie kunnen. Ze worden hartelijk onthaald door de bevolking. De happening wordt compleet als Kunsteneer zich naar de haven begeeft om voor de bezoekers een concert te verzorgen. U begrijpt, het bleef die dag nog lang onrustig in Zierikzee.